Hallo lieve weegschaal, kijk eens wat ik voor je heb. Twee raakdekken om te verloten van Kop'n'Hol. En drie deks spirituele tafelgesprekken. Je moet wel abonnee zijn en laat even weten onder het filmpje wat je wil winnen. Als je hier nieuw bent, welkom bij onze community. Ik leg elke maand voor de sterrenbeelden en soms doe ik volle maan, nieuwe maan. Met Stacey DeMarco, Divine Animal Oracle Deck. Wat heb ik voor jou, lieve weegschaal, voor de maand september? Ik heb ook de astrologie uitgezocht van een hele belangrijke transit die 7 maanden duurt. Maar eerst even het dier wat met jou meereist deze hele maand. Bijzonder, heel bijzonder. Ik had hem ook voor de maagd. De otter, speels zijn, vrij zijn. Flexibiliteit, heel erg belangrijk, uit je eigen comfortzone stappen, zowel in het water, uit het water, zowel met je dierlijke natuur connecten als je menselijke natuur, zowel met je onderbewuste als je bovenbewuste. Het is hier een beetje donker, dus het is een beetje korrelig. Zie je, hij zwemt hier. Heel erg mooi. Jij hebt Mars de aankomende 7 maanden in je 9e huis staan. De 9e huis is het huis van het hogere studeren, het hogere weten, de religie, studeren, verre reizen, andere culturen. Alles wat met expansie te maken heeft. En dat ga je op een bijna agressieve manier. Mars staat in tweelingen in jouw 9e huis. En dat betekent, je vindt alles leuk. Je bent dorstig, maar op een bijna agressieve manier. Naar nieuwe informatie, naar nieuwe dingen, naar nieuw leven. En dat ga je op een hele speelse, flexibele manier doen. Misschien pak je gewoon wel alleen maar je handbagage in. En ga je op reis of zeg je, ik wil Russisch leren. Of het kan helemaal iets out of the box zijn. Totaal iets anders. Ik ga van de Muse Tarot hier een verduidelijking optrekken voor je. Normaal gesproken staat dat Mars in tweeling zeg maar een maand. En nu is het 7 maanden. Mooi, Knight of Voices. Is de ridder van zwaarden. En dat is echt die Mars-energie, hè? Het zo fanatiek doen, dat je ook een beetje op moet passen voor de mensen om je heen. Dat je zegt van, ja, ik ga het helemaal anders doen. Ik verkoop mijn huis en ik ga op Mallorca wonen. Of ik ga in India een 300 uur yoga-cursus doen. Je hebt een idee. Iets wat gelinkt is aan je spiritualiteit. Ik zal ook mijn Mystica jaartraject hieronder zetten. Dat is echt iets voor jullie dan ook. Iets gelinkt aan die spiritualiteit waarvan je niet gedacht hebt dat je dat zou willen doen. En dat ga je gewoon doen. Je geeft jezelf toestemming om dat te doen. Ik ga een doTERRA voor jullie pakken. Nee, ik ga hem blind pakken. Ik wilde iets pakken, maar ik ga het blind pakken voor jullie. Wat heb ik? Peppermint. Peppermint reinigt. Het reinigt jezelf en het reinigt de omgeving. Ik zou deze niet innemen, maar echt in een diffuser stoppen. En hij is heel, ja, poeh, hij is echt, maakt heel erg schoon. Het oude blaast het weg. En ik zou eigenlijk ook meteen een steen voor jullie willen pakken. De honingkalsiet. Een hele zachte, mooie steen. Die dat vuur, wat jullie het heilige vuur, misschien moet ik het zo wel noemen, het heilige vuur, een beetje kan kalmeren. Zodat je een beetje gegrond blijft en het ook rustig blijft communiceren naar de mensen om je heen. Want die hebben allemaal zoiets van, wow, wow, ze wordt moslim of boeddhist of noem maar op. Een grote transformatie. Ik heb een Bachbloesem voor je.
From loss of direction to life purpose. Follow your inner path. Wild oat. Ja, dat is dat negende huis. Je gaat het gewoon helemaal anders doen. Ja, en ook je... Ja, het eerst niet weten, een beetje zeg maar in de wachtkamer van het leven zitten. En dan nu heb je zoiets van zo. Ik ga het gewoon allemaal doen. Ik heb een heel mooi nieuw deck. Van Giro Marichetti, Oracle of Visions. Het is geen nieuw deck qua... Het is al wat ouder, een paar jaar ouder, maar ik heb het pas nieuw. En hij heeft 3 traditionele tarot decks gemaakt. En nu heeft hij die Oracle kaart gemaakt. En het is zijn wens dat je het trekt zonder het boekje te lezen. En ik doe ook niet de tekst lezen voor jullie, maar wel de quote die erbij hoort. Maar ik ga hem eerst duiden. Oh, kijk nou. Ja, geweldig. Ik vind het zo mooi. Ik vind het zo hysterisch altijd. De puzzelstukjes. De puzzelstukjes die jullie niet hadden. De puzzelstukjes. Sorry hoor. Met het licht, maar ik vind het ook mooi. De puzzelstukjes die ontbraken. Nu weet je wat je wil. Nu weet je welke kant je op wil. Nu weet je precies hoe je dat gaat doen. En het is licht allemaal. Hè? Alles zweeft. Al die ballonnen zweven. Alles is luchtig. Je mag het speels. Je mag het speels doen. Het is niet de bedoeling dat je met al dat vuur jezelf ook opblaast. En dat nummer is 4 en 6. In de numerologie tellen we alles op. Dat is 10. 0 valt weg. Dus heb je de 1. Een nieuw begin. Nou, dat verbaast me niks. Een nieuw begin. Op dat wat je wil. Jezelf helemaal opnieuw uitvinden. En eigenlijk samenvallen met jezelf. Even kijken, 46. Wat is de officiële versie? De officiële quote. Voor mijn lieve weegschalen. Ik heb connections, putting the pieces together, coming to conclusions. To the question of your life, you are the answer. And to the problems of your life, you are the solution. Grappig. Dus alles wat een uitdaging is geweest, ga je nu op een passionele manier voor jezelf... Ja, vormgeven, uitdragen, ontvangen. Want dat is ook altijd wel iets voor die weegschalen. Weegschalen willen heel graag geven. Maar we moeten ook een beetje ontvangen in het leven. Welke engel gaat jou begeleiden op deze fantastische grote reis? Joffiel, prachtig. Is de engel van schoonheid en van kunst. Hele esthetische engel. En het helpt je om meer schoonheid te zien in het leven. Maar schoonheid bijna in de alledaagse dingen. Het onkruid tussen de tegel. Een vlinder die per ongeluk op je hand gaat zitten. Een sprinkhaan die bij het groene afval zit. Dus de schoonheid in de kleine dingen. En dan hoor ik zo van... His eye is on the sparrow, is een nummer van Billie Holiday. Zo van, er is niets wat niet gezien wordt. Er is niets wat niet gezien is. Dus aartsengel Joffiel, raak mij aan met jouw schoonheid. Laat mij de liefde voor het kleine zien. Laat mij kijken opnieuw met de ogen van een kind in totale onschuld. En vrijheid. En zo het is. En zo het is. En zo het is. Mooi, lieve schatten. Heel erg mooi. Wat wil ik nog voor jullie? Veel. Zeker het Forest Oracle. Vind ik ook zo'n mooi deck van Denise Lin. Wat mag ik nog tegen mijn weegschalers? Voor mij voelt het dat jullie gaan de grootste reis maken nu. Van alle tekens. Jullie gaan echt totaal out of the box. Magic. Woe. 2 en 5 is 7. Dat is weer die spiritualiteit. Je ziet hier een wolf naar de volle maan. Ja, als je al die oude conditioneringen... Ik zie dan zo'n manegepaard die al door in hetzelfde kringetje bleef lopen. Ja, dan kom je natuurlijk nergens. En nu spring je als het ware als paard uit die manegebak...
En je gaat gewoon op reis. En al die grenzen vallen weg. And there's where the magic happens. Ja, die vind ik wel heel erg mooi. Je gaat jezelf opnieuw vinden. Je gaat alle losse stukjes bij elkaar passen. Met een nieuwe visie. Het is, nee, zo moet ik het noemen. Het is echt opnieuw geboren worden. Dat is wat ik voel voor jullie. Ja, het weer vrij zijn. Gewoon helemaal weer jezelf zijn. Alsof alle chains of alle kettingen wegvallen. Je ziet het nu. Je weet het nu en je wil het nu. Nou, lieve schatten, laat me weten wat je er van vindt, welk deck je wil winnen. Moet je wel abonnee zijn. Ik stuur je al mijn liefde en heel veel plezier op deze prachtige reis. Meh.